We gaan naar een moerasgebiedje. Dat levert heel veel vogelconcentratie op vlak bij elkaar. Dus dat wil ik jullie laten zien. Hier is mijn riethutje. We gaan eens even kijken of we wat kunnen doen. Erik de Jonge fotografeert niet alleen voor zijn eigen plezier, maar hij heeft ook een doel. Hij hoopt met mooie foto's draagvlak te creëren voor het behoud en beheer van natuur. En daarvoor haalt hij alles uit de kast. Ik ben in mijn waterhutje gekropen. En ik kan vanuit deze plek onopgemerkte watervogels zien. En ik hoop dat ze dicht genoeg bijkomen voor een mooie foto. Ja, en dan wil ik ze ook echt in rust op de foto zetten. Dus ik wil geen angst zien bij de vogels. Het moet echt in alle rust gebeuren. En vandaar zo'n hutje. Hij werkt veel met camouflage, ook in de bossen. Zo kan hij extra dichtbij komen en worden de foto's nog mooier. Een mooie reebok in een bastgewei. Die heb een net opgegroeid gewei, er zit nog een vachtje omheen. En die heb hier een plekje waar hij overdag in zijn rust zit. Die heb ik op een foto gezet. Nu moet je vaak hartstikke lang wachten. Is het nou niet hartstikke saai? Nee, het is nooit saai, want er gebeurt altijd wat. Als je helemaal in rust in een natuur of een bosgebied zit, dan gebeurt er constant wat. Er komen vogels, er komen dieren langs, dus dat is nooit saai. Nee. Dus waar nog leuke dingen kunnen maken. Ja, het licht had iets beter gekund. Maar de ree die wou aardig komen, dus daar ben ik tevreden over. Maar ja, zoals ik net al zei, een fotograaf is nooit klaar. Het kan beter. Dus morgen weer een dag.